Jouw hoofd is wel klein dan mijn hoofd. Nee, ik heb best wel een grote hoofd. Of het lijkt op jouw baard. Ik heb best wel een grote hoofd. Ja. Er zit best wel brain in, weet je wel. Ja, sure. Ja, zijn we back? Oké, dat is mooi. Oké, boys, live venue update. Lars geeft nou een public service announcement. Overal. Dat mensen aan het rotzooien waren in de venue en dat hij het niet wil. Ja, we willen geen rotzooi in de venue. No rotzooi. Nee, wat? Sam, geen idee waar je het over hebt, bro. Wat? Ik wou niks dodgen. Wat? Huh? No, geen idee. Geen idee waar je het over hebt. Welke Falcon hands, bro? Wie is een Falcon? Geen idee. S1 was toch een Sora-speler? Ja, echt hè? Dat weet ik niet. Denk zo. Was het de vorige stream? Ja. Dat was mijn setup, dus ja. Ja, dus ja. Oh, is het serieus? Check het nog maar even, want volgens Joyce is zijn switching. Oh. Dus check maar. Want dan kunnen we sneller door. Ja jongens, let it be known. 3-1. AZ gebied in Rock Paper Scissors. Waar is op de rieren? Rieren? Ja, is goed. Jij staat nu winners uit Grand Final. Ja, oh ja, klopt. Oké. Okay. Lars kon de stream entertainen, bro. Je bent de TO. Wat is dat voor logica? Nee, weet je niet. Gaat Lars zitten? Want de Sonner heeft mij nou geliefd. What's up? Ik heb net Sonner gebied in de RPS. Is dit nou gewoon de stream? Ja. Ik had het gezien. Ja. Ik had hem echt geklapt. Ja, hij kon echt niks. Keihard. Ik heb hem één freebie gegeven om hem te readen. Sonner kon helemaal niet. Ik moest één check doen van wat gaat hij nou doen. Hij staat op 1 meter afstand, by the way. Ja. Ik keek hem recht in zijn ogen aan. Ja, Milo zegt hi. Yo, Milo. Oh ja, kut. Ik was vergeten een stream te sturen. Sorry, Milo. Relax. Lang niet gezien. Nee, hij vindt Smash niet zo leuk meer. Ja, dat begrijp ik. Hij speelt nou Guilty Gear. Wel de betere game. Stanley. Hij speelt nog wel soms Steve, denk ik. F-Snow, inderdaad. F-Snow. Is Snow dood? Dat was sick Steve. Snow mergen met PGK. Om ervoor te zorgen dat we geen divide in de community hebben. Dat is wel slim. PGK is basically dead survival. We're gonna reserve for Temptation Island. You gotta have your priorities. Ik ben nu pot aan het grinden. Ja, lekker man. Oh, kunnen we terug naar de game? Yeah. Wordt er weer Smash gespeeld? Ja, er wordt Smash gespeeld. Het is niet meer Azrael Mendy, het is. Het is direct tegen Azrael. Oeh, wat de fuck is dat? Waarom? Yo, Disserect! Waarom is de S, R en C in jouw naam in hoofdletters? Het is gewoon lachen. Het is gewoon lachen. Right. Jouw naam is zo'n RPS in hoofdletters. Nou, boys. Tegen wie moet ik in Sevens? Tegen Jeffy. Ah, tegen Lex. Jullie zijn hier naam. Rollen. Is het een top 5? De top 5 is waarschijnlijk. Ja, nee, precies. Hey boys, geen adapters uitplukken, bro. En doe headphone jack in de monitor alsjeblieft. De splitter. Dus aan de linkerkant zonder, aan jouw kant. Hey, het is legal, vriend. Wat? Oh, hallo, hey, Lars! Ben. Nee! Bam! DQ! Oké, DQ. Dat is het niet. Oké. Hij wil jou in de holle met. Oh god. Daar, deze jongens! Wat nou slecht? Oh, dat is blauw, ja. Oh, sorry. Oké. Ik ben niet de volgende. Dat is Laura. Laura. Dat was loud. Ja, 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 dat was
Guys, Lars hier. Als er één ding is dat kut is aan Smash players, is dat ze soms gewoon fucking 10 minuten doen om een set te starten. Dit is echt absurd. Dat moest ik even kwijt. Alright. Oh, je gaat weer. Ja, ik ga weer weg. Mooi. Kijk, iemand moet de score bijhouden. Dus. Hij komt. Gaan we lekker zitten? De winners finals. Nee, winners finals. Het is semis toch? Wij zitten ook nog in winners semis. Jij zei winners finals. Oh ja, ik bedoel de semis. Nee, precies. Semis. Azrael tegen Disrespect. Disrespect. Ik zei Disrespect, lol. Wie heeft Minecraft? Ja, wat zeg je? Wie heeft de Minecraft? Ja, dit is mijn laptop, man. Ah, heeft ook een Wario-muis, hè? Ja, ik heb... Ja, precies. Ah, waarom geen Street Fighter-muis? Ja, ik vond deze gewoon... Thuisje. Ja, dat is wel een goeie. Ik vond deze gewoon heel grappig. Dus. Ah, ja. Ik heb hem pas een paar maanden. Denk er niet te veel over na, ook al mijn tabbladen is gewoon schoon. Ja, stel, het is gewoon normaal is het een vuistje, maar als hij snel gaat, dan moet hij ook een... Moet hij aan het doken? Ja, dat is wel grappig. Misschien moet ik even kijken of ik een Ryu kan doen of zo. Ja. Zo'n vuistje. Ja, precies. Dat is wel cool. Jij moet gewoon zo'n Bowser hebben. Dat zijn ook wel cool. Dat is gewoon zo'n flame mode. Ja. Of gewoon zo'n Whirling Fortress. Ja, zo'n Uppie. Kijk, Lex gaat commenten. Ja, dat ga ik nou doen. Samen met mijn maatje Semmel. Sam. Het is gewoon Sam, toch? Ja, Sam. Ja, precies. Zo naar die zo de stream zelf aangepest, jongen. Wat? Mededeling. Ja, wat de fuck gebeurt er allemaal? Ga gewoon spelen. I told y'all, die shit duurt fucking lang. Maakt niet uit, alle Tekken 7 muziek is goed. Kies gewoon iets. Lex, je moet tegen mijn song. Oh ja, komt goed. Hit me in de DM's. Dan ga ik beefen. Lekker jodelen, ja dat is wel best. Jodelen. Nou, we gaan het zien. De hype match. Hoe lang denk jij dat het is? Ligt eraan van anticipation. Want ik heb Ashley al BJ's in time out. Dus de jump in grenade is al iets van. Ja, er is nu al damage gedaan, dat zie je niet vaak. Ja, kijk, je ziet echt wel een Ashley al ook een game die wil gaan spelen. Ja, echt hoor. It's been a while, ja. Ik ben blij dat... Ik zat te kijken naar Sora en hij heeft gewoon dat Ness movement. Hij heeft Incineroar down smash. Hij heeft allemaal PK projectiles. Ik denk, dit is gewoon voor Bart gemaakt. Dit is perfect. Dus ik hoop echt dat hij klikt. Hij schiet alleen nog best. Ik hoop alles goed met je gaat. Ja man, gezellig met de PCP. Kom ook een keer langs zou ik zeggen. Why not? Okay. Ja, dat was gewoon bijna de reverse van de eeuw. Oh, dat killt niet. Nee. Battlefield. Toch ineens wel spannend. Oh ja. Inderdaad met een shield poke. Ja, precies. Namen staan verkeerd, Lex. Oh ja. Kom, dan gaan we het fixen. Dat is wat je kan fixen. Ja. Geen appels op de bank. Het is gewoon winners met een astro. Oh ja, dat is inderdaad wel waar. Dit is gewoon winners zijn zetten. Ik heb het echt op de face, want die wordt echt genoten. En dan hier. Als bekend dat is wel fijn. Zo, en dan is het opgelost. Geen gezeur meer. Smash is zeker een afleiding. Eens toch allemaal in. Ik
Oh, Snake struggles to kill. Wat is dit? Kijk dan. Het gaat gewoon niet dood. Dat is al 4. Dat één. Hey, Wolf too heavy, man. Wolf, ja, Wolf heavy. Is veel te zwaar. Kijk dit. What the fuck? Kille, en mensen zeggen dat Bowser zwaar is. Hey, come on. Wolf's too heavy. Snake struggles to kill. Kijk dan. Dit is echt bizar. Hier. Oh. Het is gewoon Bowser, kijk dan. Hij is niet dood. Nee. Je kan beter zeggen als Bowser lang leeft van de bol. Ja, oké. Okay. Dat is de bol van de bol. Ja, kijk hem. Dus de rek moet wel echt naar 2-24. Anders dan wordt het. Dan weet ik niet wat het wordt. Oh shit. Nee, midweight zijn te heavy, man. Hij wil de style voor. Oh, hij leeft. What the fuck? Kijk dan. Ik zou het inderdaad geen SP. Ja, maar ik zeg het niet. Oké, finally, let's go. En dit is al heel lang voor deze rack. Dit is rack back in the game. Gewoon, als Ashley nu zo'n beetje gaat spelen, dan wordt het echt heel lang. Oh, dat was wel sick. Dat is echt al 40% weer. Ja, precies. Ja, die wolf is zo zwaar, hoe gaat hij hem killen? Weet je nog dat hij like, in het begin bijna op 80 dood ging? Ja. Ik weet upper en nu is het gewoon 230 van nee, de... Je ziet, dat is wel een gauw, soms een foutje en nu gewoon maar lekker die nog weg nemen, I don't care. Ja. Verminder dat ook damage? Nee, alleen nog weg. Kijk, niet te get on the Nickelodeon All-Star hallway. Wow, en dan die Sponge Spotball Infinite. Is dat leuk? Of met Leonardo lekker onder de stage campen? Is dat nog? Ja, nice back. Classic. Ze hebben net een Wolf knophalen. Ja, what the fuck. Wolf is te zwaar, ik zeg het ja, eerlijk. Dit is echt belachelijk. Wolf too heavy. Hij lag 230, hij was gewoon niet dood. Ik denk dat Wolf niet kan killen. Favorite turtle, ja. Nee, ik wil Nick Allstars nog wel een keer spelen. Ik heb het nog nooit aangeraakt. Dat was even geen enige move die niet had gekillt. Nee, het was echt bizar, met Snake ook al. Ja. Focus maar gewoon, don't worry. Nee, niet luisteren naar onze onze. Hij heeft fake conference. Ja, precies. Oké, nou, game 2. Hetzelfde stage. Wat gaat er gebeuren? Mikey Nick, dat vind ik al leuk. Ah ja, dat was ook zo snel gefixt. Yo, het is net alsof dat development team wel de patches van het goed doet. In plaats van random system. Kijk hoeveel damage je hebt. Het is echt geen camp. Nee, klopt. Dat is ook aan het ook. Ja. Wel gewoon allebei veel damage. Het is wel tricky. Goeie whiff finish. Oh, dit kan uitzicht. Iedereen spat op de mechanics, Bulldoze cancel, save the day. Oh, hij had het niet, maar het was niet zo mooi. Ja, hij loopt een beetje lekker. Ik weet het niet. Maar oké, okay. De anti-F. En het is even. Nee, het is meer dan alleen een anti-F. Oh ja, nee, zo bedoel ik het niet hoor. Het is gewoon de knop zonder tijd. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, Snake mag gewoon een nation met de shit. De hitbox is toch nergens te bekennen. Oké, great. Dit is wel een spannende match. Het gaat al veel beter dan game 1. Dus, ja. Dan moeten we even kijken dat we hier. Oké. Okay. Het gevecht voor center stage lijkt een beetje op hier. Kan die zo in de weg houden. Zo. Die nade 7 hem wel over. En de upgrade. Ik wou zeggen, ze redden hem uit de corner, maar hij was voorbereid. Oké. Nu de game kills en dan gaat hij door echt een disconnect voordeel te werken. One game one? Oh shit. You're right. Oké,
Dit is een 1. Goed dat jullie het zeggen, wij zijn domme commentators. Ja. Maar Azrael is game 1. Maar nu moet hij een comeback. Tegen Snake, wat niet het makkelijkste ding. En ik denk dat ze nu één goede backer vinden. Ja. Ik wou niet verkeerd. Ja, zie je? Jij hebt het zo goed. Oh mijn god. Ja, dat was echt. Ja. Ja, het is back to the game. Hey. Kom maar maatje, gecursed. Oh nee. Ja, dat ga je wel gewoon. Dat ga je wel gewoon horen. Maar ja. Gewoon een nice back, hè, man. Nee, dit is nog geen best of 5, dit is best of 3. Dit is best of 3. Kijk, je ziet dat zo naar een feestje gaat spelen, dan ja, gaat het echt wel een stuk makkelijker. Maar ik snap het ook wel, want hij weet toch ook dat hij gewoon... Wolf gaat toch niet dood. Hij blijft gewoon een beetje campen. Een beetje tot 280, ja, die kan het niet. Hij killt niet, maar het is wel heel moeilijk. Oké, laatste kans voor Disserect. Wat gaat hij doen in de zon? Oké. Echt veel. Even naar de spot. Ik wil niet met die kolderen. Leeft. En Azrael kan ook niet zomaar verliezen. Hij moet ook echt uitkijken. Snake, een koortje gewoon op tegen. Maar dit is best wel spannend. Techno. Oh, nee. Niet. Oké. Okay. Platform. Oh. Ik heb hem nog. Nee, oké. Gaat mega hoog. Ja, dit is. Ja, en de dubbel. Alright. Nou, dan moeten wij. Ja. Hey, nu moeten jullie twee commentaren. Nee, dat is 2-0. Ik heb wel iets voor mezelf meer kanaal. Nou, let's go. Ja, ja, ja. Dat is een beetje. S-U-A-L. Thanks. Yo, what's up? Okay, you said that you could dice correct. Disrupt. Dice correct. I'll disrupt. I'll disrupt. Oh, okay, correct. Bro, deze guy is in Nirvana. Ja? Ik even in Nirvana. Nirvana is hard. Ooit muziek van hun geluisterd. Ja, natuurlijk. Zoals? Nou, ik hou... Mijn favoriete nummer is Something in the Way. Oké. Als jij Smells Like Teen Spirit zou zeggen, zou ik echt slaan. Nee. Oké. Dat is eigenlijk mijn least favorite van hem. Ja, maar meeste mensen zeggen gewoon, ik heb Nirvana geluisterd. Smells Like Teen Spirit. Alleen Smells Like Teen Spirit. Ja. Nirvana is bad voor de benen. Waarmee waarom rappen. Voel deze. Ja, maar de rest niet. Waarom moet je alleen. Ja, maar dit is een shirt alleen voor de. Zeg maar, ik wil niet uit de jersey. Dat is vrij hard. Ja, jersey is inderdaad een major fight. Was het eroverheen of de trui? Hoe die onder het shirt lijkt nog echt gewoon heel dames. Is het zo'n shirt? Ja, ik zou mijn shirt. Als je tenzij dat... Het is hier koud. Zou je zeggen dat ik hier mijn shirt kan doen? Last het. Als Lars het kan, dan moet ik het ook doen. Ja, als Lars het kan. Zonder gaat strippen, even crème aandoen. Zal ik ook mijn haar los doen? Om het extra te... Zal ik mijn haar los doen? Striptease, de zon heeft striptease, boys. Here we go, maar je hebt lang. Ja, maar als je het. Ik cut the sides.
maar... Ja, de sites zijn ook best wel. Ja, nu wel. Ik ga gewoon leren naar de maar ik wil eens een keer gewoon los gaan. Dat moet je doen, man. Maar je moet wel je baard houden, sowieso. Ik wil die baard gisteren wel scherp. Gewoon weg alles. Je moet wel trimmen, bro. Want jouw snorhaar begint te lang. Nee. Snorhaar, die houdt nog. Nee, maar jouw diplog is zodat het connect. Oh, ja. Dat vind ik een beetje raar, man. Alleen dat connect het niet. Net als Bad Ice King vibes, bro. Dat is Bad Ice King. Bad Ice King. Hallo. Ja, alleen, ik heb een beetje van Iron yo, die kan ik niet zo goed. Ja, Bas met geen paardgroei. Lol. Je moet gewoon Turk zijn, man. Ja, precies. Je moet gewoon die Ottomaanse jeans hebben. Is weer een als beste 5 week? Ik denk het wel, man. We hebben niet tijd. Als mensen even op shit opzet beginnen, dan kunnen we dat wel doen. Maar het is vooral dat mensen heel lang. Dit is Bowser tegen. Ja, dit gaat lang. Nee, denk ik niet. Dat is Bowser. Kijk of ik de benen aan de kant heb. Nee, zeg maar niet. Alright. Go. Maar klaar. Ja, wow. Ja, dat is goed. Ik zit in maandag. Melee. Ja. Ik hoop gewoon dat naast Aroma, we hebben een beetje ook vrijdag. Ik hoop ook gewoon weer de afgelopen. Ja, wanneer komt afgelopen? Jawel, ja, sowieso wel. Maar het is nu gewoon een beetje meta op mij. Want die zomer, die venue die ze hadden, zijn nog een beetje klasjes. Oh, hippophuis. Ja. Dat is een beetje. Maar toen werd ik dansen, bro. Dan ga je jachten. Iedereen gaat sowieso zweten. Iedereen zweet daar, een connectie daar. Dit is een aluminium. Oké, als ik geen aluminium heb, is het goed. Aluminium? Ja. Ja, zeg maar Deo die aluminium gebruikt. Ja. Best wel veel. Maar dan krijg je allemaal gele vlekken van. Dat is, zeg maar, dat is wat de gele vlekken van vaak, zeg maar. Aluminium? I'm telling you. Dus ik zit dan altijd te kijken of ik Deo koop. Als er aluminium in zit, is het welke die? Oh, wacht, veel aluminium. Je gaat mij judgen. Nee, ik heb gewoon zo'n gekke Albertijn merk. Of niet, ik heb bij Albertijn gekocht, ik weet niet of het Albertijn merk is. En zeg maar zo'n smeerdeel, gewoon zo'n witte. Oh, ik wil ook smeerdeel. Maar die is broken, want daar ga je niet van zweten. Ja, die is fucking broken, bro. Ja, die moet ik ook. Dus die hier, Cardano. Jongens, die wie weet, Cardano. Cadeo is het beste deel die het is. Maar dat is omdat je het smeert. Ja, maar bij hem is echt zo'n crème die smeert. Crème? Ja, Cardano is zeg maar zo'n controller waar je mee leeft. Maar hij is ook zo'n deo crème. En die is fucking broken. Ik zeg je, dat is het beste deel die je kan krijgen. Ja, het is echt crack. Het is echt crack. Maar nee, die smeerdeel is beter, man. Ja, oké. Want, maar ik weet niet. Ik weet niet of jij er last van hebt. Met deze deo. Maar elke keer als ik deo gebruik met aluminium erin. Als ik ging zweten, kreeg ik van die gele vlek op mijn shirt. Okay. Maar ik weet niet, want ik heb opgezocht en het mes zegt dat het aan die aluminium ligt. Ja, het is helemaal één op de. Heel goed.
Ik wil wel gewoon shit, man. Ja, ik wil niet even. Voor bijna niet dood. Ja, hij doet echt lang, man. Echt lang. Heb je zet fucking ja, Bart, zeg het maar. Spit it out. En heb je een grote en dan? Ja, zeg dan, als je zelf gebrekken bij het werk. Ja, ik haal deze keer. Ja, maar dan ben je op gek op, man. Dat is super gek. Iedereen weet er al in het huis. Ik denk altijd als ik nou overkijk, dan denk ik van oh, waarom sta ik daar of zo. Maar elke keer als ik dan denk ik, oh ja, fuck, dus ik niet stop op kut in deze game. Ja, exact. Dus ik snap al waarom ik stop op kut. Voor melee in die sens, ik vind dat melee wel van, hoe zeg je dat? Bepaalde dingen zijn veel chiller. Als ik eigenlijk stop, lijkt alleen best. Dat was het, 2-0 voor Zwammel. Zwammel gaat naar de finals. Lars, zullen we winnen de finals? Ja. Oké. En is dat best of 5? Nog niet, oké. Losers zijn nog niet. Ik heb nu echt net een top 8. Het is like, ik vind dat qua tijd niet chill. Oké, want als ik winners top 3 doe, als best of 5 moet ik losers. Ik weet niet of ik dat heb. What's up, boys? Back at it again. Zemmel tegen Ezrael. Ezrael winners. Finals. Game. How you doing? Goed. Ja? Now I gotta demonetize the stream. Nee, ik denk dat dat niet de reden is waarom ik zou moeten demonetizen. Ja, ik ben wel benieuwd naar dit. Want de record zit in Sam's favor. Is dat zo? Ja. Las, je bent te serieus bezig. We gaan niet praten over de record. Het is die bro. Nee, het is die praten over Son S' shirt. Hij heeft een witte shirt. Over mijn waterfles. Kristalline. Een beetje mint. Het is zeg maar... Is dit van Lidl? Het is like B-merk water. Ik heb het ooit ergens gekregen. Maar... Water is water. Als je het nodig hebt, water is wel water. Maar is dat de OG kristalline of heb je het gewoon gevuld? Flesje gevuld? Nee, het is wel OG. Het is wel nog OG. Ik kom binnenkort tegen mijn Sora spelen. Dat is goed. Lijkt me wel lachen. Ik ben al te lang niet meer bij jou geweest. Bro! Sam, je snapt niet. Hij bedoelt melee pelken, hè? Want hij wou melee tegen mij spelen. En, maar we hadden geen melee setten bij Shuckfest. Dat hadden we wel, maar dan moesten we naar boven. Ja, naar boven. Dat is ja. En dan stond er nog geen monitor daar. Oh ja, ja. Mijn melee pelken was nasty. Nee, gaan we wel even naar de game? Oh, trouwens. Ja, is de game goed? Nog niet, maar ik denk we doen het alvast. Oké, okay. We doen het even zeker. Ja. En dan draaien. Ja, Oh, dat is wel kut, Bart. Oh, dat is keer.
AMD scared. Stel je voor, geen RTX 3090 meer dingen. 3070. Heb je 3070? Ja, ja, ja. Ja. Shock the jas. Vooral, dan ben ik op een goede vrijdag. Ja, je hoeft hem niet te snappen. Is dat wel als je... Dat doen we wel. Right. Doe je op een vrijdagavond deze dingen? Maar het is nou vrijdagavond. Ik weet niet wat fuck jij helemaal aan het doen bent. Ik lag nu heel, heel ominous daar. Heel, ik ben bang, ik ben bang. Ja, we zijn lekker bezig. Je moet zoveel mogelijk films material hebben, dat je zo min mogelijk op je game kan laten. Oh ja. Ja, of deze slam? Ja, dat is zo schaam. Nee, niet over de game gaan! Oh ja, shit. Oké. Ja, je is wel gelijk, die slant zit wel vast in het huis. Heb je ook wat Lylat? Heb je dat ook een beetje? Heb je dat op Lylat ook een beetje? Ja, ja, Lylat ook. Hij rolt gewoon de grond, zeg maar. Ik krijg nog alles voor van mij. Dus ik weet dat hij het omhoog volgt, ik denk dat het naar beneden volgt. Fucking gaas aan doen. Ja, dat is wel. Oh, dit is een CPU. Ik wist dat Ryzen CPU's pakken zijn met Slippy. Dat is wel jammer, man. Ja, ik ben wel verrast dat hij in cloud is gegaan in deze match, maar aan de andere kant, Wolf can't kill, dus ja. Nee, ik denk dat ik gewoon heel graag een Discord wil hebben. Ja, maar dan heb je ook een maar die verlichting. Ja, hij is een beetje overzetten op dat gisteren. Oh, ja? Voor nu dan, is dat eindelijk. Tijdens zal hij. Eindelijk. Nee. Ik zeg al zo lang dat hij zegt. Nee, hij gaat er nooit op. Oh, die herders is niet. Ja, ik ben heel erg back. Met Ultra ben ik heel erg backseat geworden. Want ik wil sommige dingen gewoon niet snap bij Ultra die dingen. Ja, en dan denk ik van, waarom zou je dat doen? Nee, waarom zou ik daar ook doen? Vinden jullie ook de Sonic? Ja, dat zeg ik al lang. Hij moet al lang Sephiroth erop. Nee, ik vind dat hij Cloud moet kloppen. Ik vind Sephiroth vind ik vetter dan Cloud. Ik vind dat die Cloud moet droppen. Dit is zo'n kinderachtig argument. De Cloud is niet zo edgy als Sephiroth. Oh, ik ben heel mooi eens mee. Ik ben op die taal. Ja, dat is 3-0 voor de Sonic. Ik heb net zonder wat mee aan het klikken. Ja, dat is 60-0 voor Sonic. Godverdomme. Die was wel zo hard. Ja, die, oh ja, hij is gewoon 9-5 set verder gegaan, bro. Hey. Ik heb het liefste dat jullie doorspelen, maar... Ja, weet je, jullie kunnen wel heel even wachten, want Juffie moet ook nog die set spelen. Dus jullie moeten toch dadelijk al doen eens wachten. En okay. Het is max 2 games. Dus ja. Bro, niet praten over Power of Friendship. Ga spelen, bro. Dat is cringe, bro. Die zijn het precies tegelijk. Ja, en terecht. Goed gezegd, bro. Deze stil ook lekker qua tijd. Ja, ik vond dat je top 6 wel het beste fight. Nee. Daar één dit. Je hebt nog 2 uur. Ja, maar dadelijk heb ik alles op stream. Dat scheelt zoveel qua tijd. I see, you see, everybody sees my team. Waarom ben je zo? Godzijdank. Zonder de... Zit je al een beetje komen?
Ja, ik heb die drie spotlights op elkaar dat ik wil even zeggen. Really asserted in thought right there. Dit spotlight. Ik heb een mail spotlight. Ja, nou Zemmel doet de Bowser ding. Die wil die. De Bowser. Die doet de Big brain. Heel stuk, heel stuk. PM te gooien dat break. Ja. Hey jongens, ik vind niet meer. Ik vind sinds Space in de game chat is gekomen, praten jullie over Spargo en Cloud. En dat vind ik niet kunnen. Ja, geef even een leuke topic waar we het over kunnen hebben. Nou, dat is wel nice, dat is nice uitgaan. Kijk hier zelfs Jung Stuk, jij is fucking oldschool bootcamp aan het draaien. SO naar jou, Sam. Heel leuk game. Gaat op mijn Tinder. Oh, goeie. Ik heb onlangs. Oh, help het niet. Ja. Oh, bro. Zonne heeft hem geklapt. Bro. Oh, my God. Oh, Smash 64. Bro, Rans, ik vind het zo funny dat Smash 64 dingen alleen op 3 mensen gespeeld wordt. Dat is echt zo funny. Oké, boys. Oké, boys, nu dat we weer dingen zijn. We gaan Tinder op stream. Wat? No! Gaan we dit liken? Is het like of no like? Ik ben zelf een no like, man. Ik ben bang dat dit een privacy is. Ik ben zelf wel no like. Dit moet je niet doen, nee. Bro. Volgens mij doet dat echt lekker privacy-wet. Wat willen we hiervan? Ik vind deze wel goeie. Hey bro. Dit is toxic, bro. Dan wordt Lasje wel gebeld. Oké. Ik word uitgekald hier. Ik mag dit niet doen. Dat is fucking logisch, man. Ik vind het wel jammer, want Tinder-streams zijn echt fucking grappig. Dan swipe je gewoon naar links, weet je, in de chat zo. No, had je niet moeten doen. Ja, precies. Dat is echt grappig. Goeie weg, goeie check gemist, boys. Doe normaal! Hoe ging jouw missen? 2-0. Ja, die laatste is sowieso naar rechts gedaan, Sam. Sowieso, ik heb het steeds gedaan. Dus nu moet jij zo leg? Ik moet mijn run back. Ik kan mijn best doen, man. Ik snap het. Ja, Wat gaat er mensen in de meta? Punishes. Ik gebruik punishes, dan doet hij sidebeat en ik dood. Tegen Bowser. Ik moet specifiek tegen Bowser gewoon excessief. Wow, fucking bro. Maar dat is echt heel chill. Ik zou swipen, hoor. Mij zou zo swipen. Mij zou zo swipen. Dancer, fitness enthusiast. Huh? En psychologist dit. Wow, zeg zo. Being really smart. Nee, deze moet wel. Jawel bro, ik ben kanker slim. Als een meid heeft in haar bio gezet, the sexiest thing you can have is being intelligent. En dat is gewoon niet waar. Zo cliché. Dat is zo niet waar. Het is cliché en niet waar. Ja, de sexiest thing you can have is gewoon een big dick. Maar meisje. Nee. Yo, hey, deze boys, they wildin'. Don't clip this. They wildin'. Ze hebben wel de energie aan. Het gaat wel gek. Nee, we gaan niet over lengte hebben. We gaan het niet over lengte hebben. Nee. Luister. Okay. Dude, okay. Kijk, hier is de realiteit. Vrouwen zijn echt gemeen. Oké, dat is wel de realiteit. Luister. Ik ben 3 jaar lang in een relatie met een meid en ik hou super veel van haar. Maar ze heeft letterlijk tegen mij gezegd: yo, als jij niet 1,81 was. Dat is klaar. Wat? Yo, dat is wel crazy. Maar misschien was het sarcastisch, maar ze is heel lief. Ja man, jij bent super leashed. Leash? Ik ben alpha male. Alpha male. Wat? Ben je ouder wordt je geslaagd. Yo, zodra ik ouder word, ik ben done bro. Ik ben net op die ene detail. Ja, nee, maar ik bedoel te zeggen, het is gewoon net zo dergelijk. Bro, ik zweer. Oké. Lengte inderdaad is echt zo kut.
gewoon heel die mensen. Het staat nergens op. Het staat nergens op. Kijk, bro, een chick kan 1,50 zijn. En dat is goed, hè? Dat is helemaal oké. Oh, ik wil een guy van 2,10 meter. En hij moet een basketballer zijn. Hij moet een basketballer zijn. En hij moet 5 huizen hebben. En hij moet al mijn 3 kinderen accepteren. En dan die bitch, dat is Loki, je midget. En dan denk jij van, what the fuck, maat. Ze hebben wel heel veel eisen. Hey, deze stream walen. Ik weet het niet. Het is wel zo. Ik kom er nergens op, toch? Ik had het niet anders gewild dan dat deze stream. Maar kijk, wat ik probeer tegen jullie te zeggen, wees jezelf. Let niet op die rare meiden die echt rare shit doen. Oké. Rare meiden die rare shit doen. Ja, man. Wat bedoel je? Het is echt raar als een vrouw zegt van... Las, welke ronde is dit? Het is Loser's Quarters. Oké, kijk. Ik vind het heel fucked up wanneer vrouwen... Maar ik heb nooit online dating gedaan, oké? Ik heb nooit online dating gedaan. Maar er zijn vrouwen die dus gewoon zeggen van... Voordat de chat begint, hè. Hoe lang ben je? Ik heb die minimaal 5 keer gehad, hè. Maar joh, hoe lang ben je eigenlijk? Ik praat niet eens meer. Ik zeg niet eens meer, fuck jou, ik weg. Want elke als ik me lijkt, dan zeg ik het gewoon. Gewoon dat je voet kan. Ja. Het is gewoon instinct. Dat is kut. Dan zeg ik van, joh, ik ben 1,70. Maar het gaat van El Joker hier. Yo, dat is wel een cheat code. Je kan wel gewoon boots dragen, want net overgehad. Dat vind ik daar niks mis mee. Van boots zijn wel perfect. Is dat de game? Is de game begonnen? Oh shit. Ja, game, hoe, maar kijk. Oh, ze hebben begonnen. Het is Lylat, het maakt niet uit. Ja, precies. Maakt niet uit, dat is wel. Het is als een gamble at the moment. Ja, soms. Je hebt de eerste minuut van deze game gemist als je de volgende loopt. Ja, er was ja. Het is een laptop, dat is niet zo. Oké, heb jij Wisdom of Escape 4? Oké. Kan je ons iets vertellen over Yoshi Frame Data? Oké, ik wil alleen weten welke frame Yoshi neer is. Carry. Fuck you off for your wisdom. You lose a chip, a frame slimmer. Als het naar zomer lag, had je nou gewoon bad propaganda tegen Yoshi? Had ja, maar bro, iedereen gedacht dat Yoshi op zichzelf is al slechte propaganda. Ik vind het wel zo kut dat je gewoon niet kan schroeven. Nou, ik vind het gewoon gaar dat die zwarte skin eruit. Dat is de enige... Bro, echt, hè? Black Yoshi? Bloshi? Ik heb een tennis Yoshi in plaats van Black Yoshi. Ja, Black Yoshi was Black Yoshi was shit. Als je zo graag tennis Yoshi erin krijgt, dan heb ik... Het is wel oprecht van whitewashing. Het is oprecht van whitewashing. Black Yoshi werd daar straks nog Black Greninja. I don't know, man. Ze hebben wel villager, man. Oh, echt? En Pit is ook bruin. Oh shit, Pit is ook bruin. Oh, maar dat vind ik niet kennen, man. Nee, dat vind ik niet kennen. Hij heeft ook Blackbird in Japan. Het zou echt fucking funny zijn als Starship alleen maar zwarte skin van de en dan de normale Pit zo blauw is. Yeah. Dat voor je dus niet zo fijn. Zie je op de game, bro. Hij kan praten. Als je blijft praten, ga roepen voor dit soort. Let's go. Let's go, Ties. Hij is gewoon dezelfde focus. Ik kan gewoon blijven praten en binnenkomen. Ja, dat is wel sick. Ik blame Lylat. Ik weet niet van de reden. Ik weet niet waarom hij dat was. Wat was het over? Zijn of niet. Ik heb gezien. Bro, jij denkt, let op. Hoe laat moeten we bij jullie zien hier toch? Oh, Ramses, dat is wel weer free money, man. Die mensen weer die glitchen. Het is shame. Free money. Oké, dat is een F-tootje en dat is 1-0 voor Guyloid. Sorry for you. Guyloid. Rustig aan. 2-2.
Kalos en... Delayed. Delayed. Leuk, hè? Delayed. Dat was leuk toen we raakten, joh. Ja. Dat is sowieso gratis thuis bezorgd, man. Misschien wel meer. Wat? Ja, dat er een student niet heeft opdagen van Ramses. Oh ja, dat is wel. Dat was die. Een gratis kapsalonnetje ook. Dat zou hier kunnen zijn, Ramses. Ja, dat zou hier kunnen komen. Yo, de hard reader dat de student niet komt en gewoon dat hij studie gaat. Ja, ja. Hij is wel, joh, Ramses, ik heb dat kontje geboekt, maar je bent er niet. Oh, je komt opdagen. Zou je voor Ramses neemt gewoon zijn letter mee gaat geven? Ja, hij moet gewoon inderdaad on the go gaan komen. Ja, man, gewoon bij die zo. Is wel, oh sorry, hij heeft to play my set. Streamen hier op de fucking beamer. We hebben een whiteboard. Ik ook. Door ons die hier gewoon whiteboard gebruikt? Gewoon hier lesgeven. Gewoon hier. En zo, yo, jongens, we gaan het hebben over. Weet ik wel waar je het denkt. Ja, maar ik krijg wel kookles, bro. Ja, moet je aan mij vragen, man. Ik ben echt. Shit. Heeft hij daar geen goede kopsalon meer dan? Ja, dat ben ik wel. Bro, jullie weten niet van Tilburg kapsalon, bro. Wat is dit van Roffa kapsalon? Roffa kapsalon? Gewoon zonde. Ik weet niet, ik heb één keer gehad, was wel goeie. Maar Roffa is wel. Maar ik weet niet waar. Maar Roffa is wel gewoon centrum van allochtonen. Dus dan is dat logisch. Ja, soms heb je wel even trashy kapsalon nodig. Nee, trashy kapsalons zijn soms gewoon lekker. Nee. Jawel. Stel je Bart nog in de chat. Want ik had een keer een kapsalon gehaald bij hem in Den Bosch. Uh-huh. En dat is de slechtste kapsalon die ik ooit heb gehad. Okay. Het was zo terrible van. Kijk, bij een kapsalon zit je normaal, zeg maar, komkommers, tomaten en zo bovenop aan het einde. Ja? Deze guy had gewoon die tomaten zo mee onderaan gedaan. Nee. Dus hij is gewoon in de oven gegaan. Bij de vlees. Nee. Gewoon erbij gegooid. Dus toen hij hem, zo weet ik hoe ze hem in die oven gegooid, zetten. Dan had die tomaten er ook bij. Nee. En dat is gewoon een laag aan kaas, bro. Oh, en dan gewoon, en de sides van deze kapsalon, die waren gewoon hard. Dat is wel goeie. Ik vind als de kaas zo hard, dat de zijkanten een beetje crust zijn, dat vind ik wel goeie. Ja, maar dit was gewoon vast. Oh, dat is fucked up. Het is gewoon vast, geen smaak, hè. Oh, dat is fucked up. Bro, wat voor een frituurde tomaat. Bro, wat nee. Oh, dat is wel crazy. Maar wil je in de rode kamerding zo doen? Nee, bro, maar ik heb dus één keer bij zo'n plek besteld, hier in Tilburg. En zij gaven, je weet al, zij geven niet die salade op de kapsalon. Die geven gewoon apart gepak met salade. Wat? Ja, dus je hebt zomaar dunne friet kaas. En dan worden eieren en niks. En dan daarnaast zo'n plastic bakje met salade. Gewoon wat sla, gewoon één tomaat, één komkommer. En die moet je gewoon opdoen. Op zich is dat nog oké, gelijk met ik dat wel. Bij dit is gewoon vlees en tomaat gewoon door. Ja, maar ik snap niet waar onze tomaten er over doen. Zitten we in je deur even prikken op zo'n... Ja, die salade, dat is op zich niet erg, maar het is wel de extra effort die ik dan moet doen. Ja, inderdaad. Om salade op kapsalon te betaald. Ja, precies. Like, ik wil dat zij die effort doen. Dan gooi je gewoon die salade erop, bro. Ja, maar dat is een beetje deel van de smaak. Die jongens. Yo, deze dertien ook? Wat? Oh, hij is sneken. Oh shit, wacht, ik heb dit. Ja. Jij dacht het. Ja. Oké. Wie is deze chick? Hey, Bart, you wild. Waarom? Nee? Nee, absoluut niet. Echt niet? Nee, absoluut niet. Wait, hold up. Hoe lang is dat? Eerlijk. Ik weet niet hoe lang ze is. Maar ik vind dat wel goed, hoor. Oh, ze heeft wel mooie tanden. Dat is wel belangrijk, hè? Ja. Goede tanden hebben is echt belangrijk. Ja, ja, als je geen goede tanden hebt, dan ben je gepakt. Zeg maar. Nou ja, het is gewoon oké. Nee. I know. Yeah, yes. We zijn naar zo'n best wel goede Turkse chick aan het kijken. Zij is wel goeie, bro. Je kan niet zeggen dat zij geen goeie is. Hey. Goed dan. Luister, dit is street. Dit is gewoon normaal. Eet toch? Bro. Nee, bro. Ik ben gewoon... Kijk, Maris, we weten je hebt meiden. Nee, ik zeg alleen maar. We weten je hebt meiden.
laat maar gewoon praten over chicks, bro. Ja, maar kijk, ik heb een vriendin, ik kan niet meepraten. Hoezo niet? Kijk je op die binnen stream. Sowieso. En als ik nou zeg, yo Laura, doe één in chat, dan zou je dat doen. Nee, bro, jij denkt dat vriendin support jou door een scrub en een stream te krijgen. Ja, je hebt wel gelijk. Je hebt wel een punt. Gans met de 1. Yo, waarom is Laura bij jou, bro? Oké, dat is. Die is mad funny. Die had wel erg kunnen doen. Oké. Ja, waarom? Maar dat was de eerste game. Ja. Dan vraag ik wel wat de band gaat. Ja, dat is. Ik zou wel zijn. Dat is een grote geneesbro. Damn. Bro, je bent echt een streamkiller geweest, want je moet over chicks gaan praten. Bro! Met deze silence. Ik doe dit voor Lars. Nee. Bro, ik doe dit voor Lars. Bro, Lars wou zelf commentary maken. Ik vind, en het is een humble opinion, ik vind dat Theo's weer betaald moet krijgen, waardoor de general kosten van het toernooi omhoog. Bro, weet je hoe gek een shock dat was? Ik kwam naar een melee toernooi, deze mensen zo, 2,50. Ik zo, wat 2,50? Jullie gaan gewoon automatisch break-even. Bro, ja. Yeah. Deze mensen maken helemaal niet niks. Ik kom naar zo naartoe met Brief van 10, weet je wel, klaar, ben je Brief, NTP. En zo, yo, 2,50 man. Kijk, ik zeg bro, ik heb geen 2,50. Lars zit ik kan het eens pinnen. Of ik kan het eens pinnen. Alles goed kan. Oh, die mensen shit. Ja, het is gewoon 2,50. Kom met muntjes zo. Ja, ja. What the fuck, man. Ja, maar kijk hier Lars. Hij zit hier gewoon voor ons. Hij zit hier gewoon. Voor ons. Hij heeft een hele been voor ons. Hij heeft tijd uit de weg genomen. Hij had ook bij zijn vriendin kunnen zitten. Weet je wel? Oh ja, dat is top. Ik zal eigenlijk bij zijn vriendin zitten. Wat doe je hier, bro? Ja, bro. What the fuck, man. Ik dacht dat je op vrijdagavond iets anders was, bro. Nee, maar zo wat ik bedoel, nee, melee is ook niet zo, is niet progressive in jou. Ja, melee is helemaal niet progressive, maar like, in Ultimate, hoeveel mensen hebben die baan? Ik denk dat heel veel van de kinderen gewoon niet veel pelken worden gereden aan. Ja, maar, oké, laat het zo zeggen. Als we hebben over grote strooien, locals hoeven niet eens te praten. Ja, oké. Ik ga niet mensen charge 20 euro voor een local. Ja, goed. Dat is gewoon te veel. Maar like, als je naar een club gaat en zo, weet je hoeveel virtual moet rekenen? Ik vind dat daar gewoon echt genoeg betaald is. Ja, maar virtual is al stacked as fuck. Nou dan. Ja, ja, maar ik weet dat voor de dingen die hij doet, ja, maar hij echt meer geld. Maar ook bijvoorbeeld voor grote spullen. Oh, is nou niks op stream? Yo, Cam, oké, boys. Let's go. Oké. Wat hebben we ervan gemaakt? Niks, nee, het is gewoon normaal. Mensen werken, mensen gingen jammeren. Ik vond het wel jammer. Baby's. Maar oké. Migraine. Nee, maar wat ik vind. Je weet wel bij Syndicate nog, Syndicate 2019. Ja. Mensen gingen zeiken om hoeveel het kostte dat.
Ja, maar dat was toen we nog in... Wat hoog syndicate was het? 2019. Ja. Maar kijk, toen waren we nog in de era waarbij... Entitled as fuck. Ja, maar zeg maar, weet je wat mensen moeten begrijpen is dat... Als we Smash een e-sport willen maken, weet je wel. Dan... Ja, maar dat moet je niet doen. Jawel. Waarom zou je Smash een e-sport willen maken? Oh. Wow, ja, zie je, dit zijn niet meelepels. Nee, dit is niet meelepels. We zitten in de kelder, we zitten helemaal content in de kelder, hè. Nee. We zitten te spelen hele mugpot op in hoofd. Ja, wow. Nee, kijk, het gaat erom. Het gaat om fucking Nintendo en je bent in Nederland, boy. Je bent niet in Amerika. Maar nee, hier in e-sport zien, bro. Okay, iedereen hier is wat FIFA of Call of Duty. Dus ja, dat is toch? Hey, bro. Hey, ik doe ook aan e-sports, man. Yo, wat doe je? Jij speelt fut. Ik heb een fut team. Als e-sports journalist. Ja, precies. Het is net alleen FIFA en Call of Duty. Dan kan je geen... Ja, en Fortnite. Ja, Fortnite is leuk, bro. Ja, bro, hey, Fortnite Season 1 en 2 was echt goed. Dat is het. Fortnite Season 1 en 2 waren echt Fortnite dingen. Echt goed. Ik was zo goed toen, hè. Ik was echt goed toen. Nou, ik heb Fortnite dat gespeeld, weet je. Dat verbaast me niks. Maar je lijkt me ook echt super trash. Oh ja, nee, klopt wel. Dat was oké. Nee, ja, ik kom toch. Ja, maar dat is wel waar. Oh, ik heb nooit... Ja, you're right. Ja, precies. Ja. Ja, gewoon met aim assist. In de meta. Ja. Ik speel geen aim assist. Aim assist op. Jij speelt op console zonder aim assist. Ik kan aim assist uitzetten. Jij bent zo dom. Dus oké. Hoor hoe hij me trapt. Als ik aim assist gebruik, dan ben ik een aim assist lord. Oké, en als ik aim assist niet gebruik, ben ik dom. Ja, kan niet winnen. Of course. Bro, het is alsof je bro. I don't know, man. Nee, het is gewoon dom. Je hebt jezelf zo graag opgezet. Waarom zou je geen aim assist gebruiken als ze die optie geven? Maar, je doet me net een trash over het feit dat... Ja, tuurlijk. Als je op console shooter speelt, dan ben je al een trash. Ben je al trash. Ja, dan... kijk, ik geef je gelijk. Ja, nou dan. Ik geef je gelijk. Maar waarom ga je er nog verder in? Dan gaan we nog verder in. Is niet nodig. Is niet nodig. Oh, dat is wel wild, bro. Oké, is er hier een stopcontact? Ja, de paal. Dus je kan deze volgende stopcontact. Oh, nice. Kijk, Hallo, Young Stiffy. Je hebt niet veel gemist, Young Stiffy. Ga je nog naar de gym? Haast niet. Niet? Bro, ik heb dit vorige keer al verteld, bro. Ik kan niet uitkomen. Oh ja, klopt. Okay, ja, maar daarom moet je elke dag Rotterdam kapsalon chappen. Oké, hier is de truth. Ik ga jullie vertellen, oké? Kijk, ik moet een bepaalde area van mijn life sacrificen om me daar echt in te verdiepen. Mm-hmm. En dat kost veel tijd, veel energie. Mm-hmm. En at the moment ben ik veel liever stickman. Oké? Okay? Ja, hier is de joke. Haha, heel grappig. Dat is wel echt crazy, wacht. Doe mijn armband. Dit is de armband, hoor. Nee, waarom maak ik het nog erger? Ik wil verder. Ik wil verder, maar. Ik wil verder. Hier, doe deze armband op. Kijk hoe ver die gaat. Shit. Oké, nee. Niet zo ver als ik had verwacht. Boom. Ja, maar dat is wel los. Maar bij mij is het ook los als ik hier heb. Dus dat is goed normaal. Mag ik hem hebben? Nee. Hoe kost die? Ja, lijkt weg, dit. Oké, maar hier is de truth. Hier is de truth. Zij voor iemand speelt console zonder aim assist. Ja. En jij speelt PC. En ik klaar jou. Hoe gaar ben jij dan? Dan ben je... Ja, klopt. Dan is het meer dat ik fucking trash ben, dan dat jij goed bent. Op zich, dat is wel nice. Als je met console zonder aim assist kan aimen. Maar als PC-speler moet je maar winnen, man. Ja, ongetwijfeld. Oh, krijg je weer het Steam game? Jammer. Wanneer ga je het roken? We hadden het net over. Hij vindt Bendel, het om aan te komen. Bendel, kijk. Jij en ik hebben dezelfde leven met onze lichaam, right? Difference is... Kijk. Ja. Het is gewoon zoveel werk om aan te komen. Voor mij. Heb je ooit kwark op? Ja. Oh, je hebt ook... Okay. Cellenmetabolisme is gewoon crazy. Heb je ooit... Ja, wat zeg ik, ja. Wat is echt goede ontbijt? I don't know. Bro, er is zo'n guy bij mij op werk. Echt gewoon zo'n typische breed as fuck black guy. Je weet wel, echt gewoon zo'n kast. En die guy, elke lunch, hij pakt gewoon zo'n dienblad. Wordt 10 eieren. Gewoon 10 eieren, that's it. Maar dan ben je wel hard. Dat vind ik wel hard. Ja, maar hij is fucking breed. Ja, maar daarom, zeg maar, kijk. Ik heb wel respect voor de mensen die dat kunnen doen.
Want ik kan het niet. Ik zeg jullie gewoon eerlijk, ik eet alleen wat ik lekker vind. Als ik vol zit, zit ik gewoon vol. En alles daarbuiten word ik gewoon letterlijk ongelukkig. En ja, het is heel moeilijk. Nee, maar die guy is super. Ja, ik dacht je wel gelijk hebt, Bart. Maar ik heb dus een week geprobeerd om echt van mijn calorieën te letten, maar die shit stopt zich wel. Dat is echt niet leuk. Ik haat mijn calorieën bij, oude man. Ik eet gewoon wat ik lekker vind. Maar bij mij is het gewoon, als je gewoon... Kijk, ik hoef niet aan te komen. Ja. Dus ik moet gewoon een beetje muscle builden. Dus ik moet gewoon letterlijk proteïne chappen. Ja. Gewoon een tussendoor like ding. En of een ei. En dan kan ik gewoon de rest nog wel eten wat ik wil. Ja, maar ik vind ei gewoon echt wel. Je kan ook een kipfilet eten. Kip. Oh, gebakken ei kan ook wel. Okay. Nee, natuurlijk gebakken ei. Oh nee, gekookte ei. Nee, gebakken ei kan ook wel, maar is wel minder. Nee, maar ei met sushi. Dat is wel goed. Dat is wel echt goed. Weet je wat echt goed is? Je moet, je hebt gewoon bij elke supermarkt, heb gewoon zo'n plastic zak, zo'n bakje, met al klaargemaakt pittige kip. Je hebt gewoon kipstukjes. En die zijn echt die fucking proteïne waard. Gewoon bij elke supermarkt. Het is inderdaad niet leuk, maar voor serie ook niet. Maar als je wat aankomt, lukt het wel. Ja. Ik denk het kan sowieso. Ik ontken niet dat het niet kan ofzo. Maar het is gewoon heel veel. En ik weet niet of ik de mental strength ervoor heb. Like, gewoon eten terwijl je niet wil eten en zo. Ja, eten terwijl je kan eten, niet wil eten, echt wel, man. Ik kan gewoon niet maken. Ik heb het een week geprobeerd, maar het was gewoon echt op zich. Is het Sammy's Blas? Semi's. Sammy's. Sammy's. Super Sammy. Ik ben ook heel. Ja, precies. Die is echt goede Sam. Nee, dat vind ik ook wel sick. Maar, like, er is zo'n guy die dan zeg maar gewoon de kip pakt en dan gewoon wraps meeneemt. En dan gewoon in die wraps gooit. En dan een beetje sla en shit erbij. Maar dat is echt pas een proteïne rijk. Dat is echt goeie. En zo ook lekker. I don't know. Ik denk dat als er een zeg maar, vaste schema was aan dingen die ik consistently kan eten, dan zou ik er meer ease mee hebben. Want dan, you know. Kijk, als je, hoe zeg je dat? Als je bij alles wat je eet, wat zeg maar, anders is, elke keer moet kijken hoeveel calorieën het is en zo. Dan, you know, is dat gewoon irritant. En als je honger hebt, wil je dat niet. Je wilt gewoon shoppen, weet je wel? Nee, daar ben ik wel met je eens. Ik vind het goed eten ook te doen. Ja, tuurlijk. Maar, don't get me wrong hoor, ik kan beide kanten zien. Ik kan inzien dat aankomen heel moeilijk is, maar ook afvallen kan ook bizar moeilijk zijn. En allebei zijn echt heel moeilijk. Dus dat is gewoon... Ja. Beide is gewoon veel discipline. Ja, het is gewoon veel discipline. Ik had tijdens echt 3.000 calorieën per dag. Oh. En die stond en stopte. Dat was crazy. Dat is goed, bro. Ja, dat had ik ook in die ene week, Bart. Anders kon ik echt 2 keer of zo. Maar 3.5 is wel echt heel veel. Ik volgens mij deed ik 3.000. Ja, zeker ben dan naar de shitten. Bro, ik heb juist als ik heel eerlijk moet niet naar de shitten. Dat is echt raar. Ja, dat is niet goed, man. Nee, dat is niet goed. Daarom, ik chap gewoon een beetje verband, ja. Meer basis. Maar, ik weet niet, ik zit nu tussen 2.5k als ik ga sporten. En zo niet te komen tussen 1,5 en 2k. Oké, maar. Nee. Wendel, ik heb iets al gesproken, maar ik heb iets voornamelijk gesproken over sportsupplementen en proteïne en dus in de diet zijn wij meegekomen. Hele aardige guy. Dacht ik? Hoe lang ben je, Bart? Bart is even lang als ik. Oh shit, de game is begonnen. Hoe is dat toen met camp? We hebben nu de game weer op. We hebben de eerste halve minuut gemist. Weet je wat het is? Ik wist dat er iets was omdat ze allebei heel schuldig naar me keken. Ja. Die denk je echt van... Je bent een snake fucking bedroom hanger. Alright man. Wie zit er in Losers Finals? Zemmel. Wow, BMI 15 is wel echt weinig man. Ik snap dat het geen geweldige maatstaf is, maar 15? I don't know man. Bro, BMI. Ja. Volgens mij is dat gewoon als super anorexische spat, of niet? Ja.
Wow. Oké, trek dood. Oh, Kido afgevallen. Het lijkt me echt als een Squid Game. Want het is Kido weer. Dan wil ik geen Cloud, dat vind ik heel goed. Dat is het. Ik wist ook wel dat Cloud de pick was, maar ik wilde Wolf proberen, zijn Wolf in de vorige set te hebben. Maar Cloud is wel goed. 58 kilo, 1,88 meter. Dat is wel echt een steen. Dat is Twink Energy. Ik weet niet hoeveel ik nou hoor. Ik vind nog steeds grappig die Super Smash Camp die we hadden. Ja. Kasten en Twink. Dat is hard, dat is hard. Ik vond dat een goede naam, behalve dat lastig stelde op Twink. Dat vind ik een beetje cringe. Maar hij is... Bro. Nu heeft hij armen. Pizza. Twee gondos. Nee, het gaat vooral om de baard. Nu is het baard. Je moet jezelf breder maken, Lars. Je moet je zo omhoog en dan je schouders naar buiten. Niet naar achter, naar buiten. Juist. En zo voor zo'n leuk op thuis. Wat? Voor zo leuk. Breed als pak. Nee. Maar ik loop best wel in. Ja, je hebt sowieso een game gehouden. De game assist. Oké, maar ik heb best wel. Surprisingly, best wel een lange arm. Ja, dat is wel lang. Mijn jab is crazy als ik zelf op zijn. Min min tijd. Woe! Ik zit en daar niet zit op. Wacht, 1-0 voor het system? Ja. Was het game 1? Okay. Mag Bracken zien op de tip? Voor mij is het helemaal daar. Oh, ik heb de Bracken weggehaald. De laatste game is dan. Boe, Leilet! Boe! Oké, Oli is nu niet vooruit. Oké. Ja, best of 5 kan wel, hoor. En Grand Finals? Grand Finals waarschijnlijk wel. Oké. Losers Finals waarschijnlijk ook. Oh. Hoe laat moeten we weg? Half 11, toch? Of 10? 11, ja. Moet wel lukken. We hebben nog 1 uur en 20 minuten. Dan start ik nog een. Oké. Bro, ik zweer, ik vond het zo funny. Ik was bij die Delft Local gisteren. Ik kwam daar zo binnen. Net zie ik een beetje zitten en ik ging spelen. Opeens, gewoon meteen, eerst wat ik zie, is er zo'n guy, komt met zo'n 2 kannen, zo'n kat kannen bier, toen naar binnen loopt. Wat? Hij is zo alsjeblieft, boys. Sorry. Is een Oh, die is dat. Ik weet niet of deze echt niet ziet. Dat is waar. Zijn dat goede Edgar? Nee, ik zag niet wat er gebeurde, bro. Het is fucking Lylat. Ik kan zijn grenades niet eens zien. Ik kan Snake niet eens zien, maar Snake. Als je die zwarte skin hier gebruikt, echt groter. Ja. Bro, Esso naar Erwin, elke keer als hij naar Lylat gaat, zegt van, yo, wil je dat ik van skin opvallen? Want hij is een zwarte gamer was, toch? Fucking chill van hem, die guy is fucking homie. Goeie guy. Elke keer als hij naar Lylat gaat, voor jou zou ik een andere skin pakken, dat kan je beter zien. Yo, hoe aardig moet je dat ja, zijn? Ja, dat ben je super nice. Ondertussen, mensen swappen bij elke stage een skin. Yoshi's groene skin. Jee, dat is nog moeilijk gemaakt. Ja, bij Smash Bros ook. Ik weet niet welke character het was, maar één character heeft een hele goede skin op Smash. En dan zie je hem gewoon, want hij ook hella oranje is. Volgens mij is dat ook Game & Watch. Yo, ja. Kijk, dan moet ik eerst zetten.
Komen zo een bracket, pak zo'n Lucario. Ah, oké, okay, GG's man. Ja, ja. Weg. Oh shit, ik, oh sorry, ik moet opeens helemaal naar Tilburg weer. Oh, ja. Geef helemaal terug. Helemaal terug. Ik hoor weer terug in die. Deze game is zo lelijk, toch? Wat een haat, joh. Ik haat Action. Oké, zijn voor Snake als in. Ja, ik zou het Melee poppen. Zo, zo, nee, ik zeg je wel, met Project als dealer en Melee is wel veel niet. Oh ja, Rubik's Shield is wel vector. Je hebt Power Shielden en je hebt gewoon Wave Dash out of Shield. En dat, is zo, dat maakt alles heel veel leuk, want ik kan even gewoon dashen, Shield voor één frame en ik Wave Dash weer weg. Maar wacht, welke frame is dit aan? Oké, we gaan naar losers finales. Stemmel tegen Vestesten. Zwemmel. Zwemmer tegen. Zwemmel. Dit is wel best of 5, dat denk ik wel. Oké. Ik weet niet wel. Lex, ja, oké, okay. Hey, wow, we zijn back! Want fuck de gamecam. Oh, shit! Yo, mensen worden uitscholden hier. Wow. Drama alert. Wow, hey. Ja, nee, hij zei op Twitter dat hij niet weet wat erbij klopt. Wat? Ja, hij zei op Twitter dat hij slecht was erbij. Oh. Dat zou ik ook niet. Lex, dat is wel een beetje. Ik weet niet. Kijk, soms kan je zo humble zijn dat het ook weer, weer trash talk wordt. Je weet wel? Dan je dan komt er in de cycle. Dan kan je een cyclus van. Ja, you're right. Ik ben humble, maar soms ben je zo humble dat het weer goed fucking trash talk is. Ik hoor het allemaal van de power. Ja, dat is het. Ik heb geen idee waarover dat ik zeg. Ja, zo maar iets goed. Even kijken, joh, even kijken hoe het tegen 1 keer 2 is. Wacht, maar 1 seconde. Ja, ik kan. Waar de fuck is mijn zakje? Big Bosses? Ja, I guess. Wacht. Is het Ja, ik got it. Oh, Lars got it. Hey, ze hebben wel eigen kabel meenemen, man. Oh, hij is zo lui, man. Top 10 run speed in de game. Je gaat niet eens een kabel. Nee. I'm strapped. Hij is ook good. Hij is ook good. Hij is ook good. I got a head on my cat. Head on my back. Head on my sack. Head on my back. Wat? Wat is het tegen wat? Oh, wacht. Is de game begonnen? Wie speel je in? Zemmel. Oké, Zemmel. Oké, ja. Wow, we zijn op time. We hebben ook geen game time. The bare minimum. Langs komt aanloop met z'n twee gaan. Ik heb Donda niet geluisterd, man. Wacht. Hey, ik heb wel Donda geluisterd. Oh, maar... jouw profielfoto is niet Donda op Insta, man. Wat zei je? Wat is dat niet van Donda? Wat zei je daar? Jouw VF. Of Insta. Ja, dat is. Maar dat is niet, dat was een draft. Dat heb ik niet de koppen voor. Maar ik vond Donda een hele goede album. Maar je zit hem niet aan in de auto en dat doe je wel met CLB. Waarom zou je hem niet aan in de auto? Ik kon niet bij. Oh, dus jij gaat auto rijden dan? Oh, ik heb Donda niet geluisterd. Ik weet niet waarom ik dat doe. Het is gewoon. Oké, dat geef ik je gelijk in. Maar je kan niet je kan gewoon real zijn, is dat CLB is een ja, meer upbeat album. En daarom luister je er vaker naar, zou ik zeggen. Maar als je zou kijken naar de kwaliteit van de album zelf, ja, ik denk dat Donda ook slightly beter is. Maar CLB heeft wel de numbers. Ja, I don't know. Ik vind CLB persoonlijk wel net beter, maar theoretisch gezien denk ik wel dat Donda beter is. En daar, Sam, iets zegt mij dat jij ja, eigenlijk Kanye West fanboy bent. Hij is een beast.
En jij moet komen. Ja, hey. Lars, kunnen we even van mij komen? Hij spout gewoon BS hier. Dat is de bedoeling, bro. Dat is Tissie. Hij hydropoot gewoon. Dat is wel de bedoeling van Tissie. Jij catch de vibe gewoon. Jij had de vibe eerder deze avond. Oké, maar laten we over de beste banger van Kanye West ooit hebben. Dat is waarschijnlijk Stronger. Hey, ja, Lift Yourself. Kijk, sommige boys. Het is inderdaad Lift Yourself. Ik wil Heartless zeggen, maar toen zei Las Lift Yourself. En Lift Yourself is inderdaad de beste banger die Kanye ooit heeft uitgepakt. Nee, ik vond Donda goed. Donda was gewoon goed. Oké, maar wacht. Als je de backstory van Lift Yourself weet, dan is het nog grappiger. Dus hoe skip je de boekband? Nee, kijk. Die Kanye West had eigenlijk die beat aan Drake gegeven. Oké. Dus Drake had die beat. Hij was er op voor aan het bereiden. Maar Kanye West had Drake naar Oslo gestuurd naar Toronto. Heeft poep die scoop gezet en gewoon released. Damn. Bro! Dat is wel echt big. Nee. Als je Kanye met de weg op, ben je wel een beetje bitch mee. Wel een beetje bitch. Oké, wie had game mee? Zelfs. Hey, luister, Fight Night is niet gebeurd. Hey bro, wat is Fight Night? Bestaat niet. Hey, bestaat niet. Weg. Ja, is niet gebeurd. Niemand heeft records van Fight Night. We weten niet wat er in het spik neemt. Dat kan je met de VOS laten zien. Oh, ja. Ik kan je niet uitleggen. Ja, ik kan mijn VOS ook niet naar Ramses sturen, dus die bestaat niet. Ja, als Rams het niet heeft, dan bestaat het niet, man. Klopt. Ja. Ja, dat is jammer, Sam. Maar het is gewoon niet gebeurd. Ja, ik kijk uit naar de tweede editie van Fight Night. Volgende week of twee weken. Over 2 weken, ja. Ik kijk er naar uit. Het is wel raar dat ze nou om de 4 weken doen in plaats van 2. Het is om de 2. Oh! Het is wel raar. I'm pretty small. Ja, jij bent super small. Ja, maar IGA had wel een grappige stream. Ja. Vooral als toen Wouter gejoined werd, toen echt zo'n guy die niks van Smash af wist. Weet je wel? Dan had je echt van die mensen die bij IGA werkten en die gewoon Tom's gingen doen. En ik vond het altijd zo funny dat Wouter als een superkracht tryharder, dat ze zelfs zo'n baby kreeg als een mooi verhaal, weet je. Ja, ja. En die oude guys van. Ja. Ik vond dat zo funny. Ja, maar ik hoop dat Fight Night volgende keer wel was. Ja, het team sowieso een beetje. Kijk, weet je, Zemmo heeft de Young Eevee syndroom. Dat is de Young Eevee. Wat hij doet, is hij doet iets en hij verwacht dat het gaat raken. En dan move die alle achterop, gaat hij al zijn neus zitten. Oh ja, de hand wipe van de jab. De hand jab. Oh, dat is zo intens op rack. Eevee is zo'n aardig game, maar hij hit de jab en zo. Ja, en dan gaat hij zo. Zo, ja, man. Ze heeft echt de reach van de century heeft gemaakt. Zo. So. Dan moet hij wel goed doen, dat is voor mental damage. Maar daar heb je zo'n characters zo makkelijk killen, weet je wel. Gewoon jab. Kom eruit. Back to world. Wow. Is dat Ness? Wow, is dat... Elke is een back to kill. Yo, Ness. Ness. Back to kill. Hij is echt goed. Ik wil 44% uit opvallen. De verder is er voorbij. 63 is gedaan. 3 moves. 3 moves. Fuck corona, Pete. Fuck corona. Anderhalve meter wat. Al mijn homies. Anderhalve meter wat. Ga maar kunt iets zoeken op. Bro, je weet wel hoe je tegen, of ja, ik weet niet of jij het doet, maar je weet wel hoe je tegen chicks liefst over je lengte. Dat doe ik niet. Ik weet niet, man. Dat is een beetje massage niet. Dat doe ik niet. Maar jij zegt wel, heel veel mensen. Nee. Oké. Okay. Jammer. Ik wou een leuke story hebben, maar ik guess niet. Ja, je mag vertellen. Ik ben er. Oké. Je weet, zeg maar, hoe chicks altijd... een bepaalde lengte willen, toch? Weet je al, 5'10 of zo, weet je al, 1 meter 80 zo'n shit, of gewoon 6 inches. Dan net zeggen, dat kan niet aan mij. Ja, fuck it. Okay. Maar, ik weet gewoon, ik was gewoon bij zo'n guy, waar ze maar bij de eerste game had. Kennen?
Oké. Anyway, ik was zo bij zo'n guy en die had zijn chick meegenomen, hij gaat chillen. En die guy die zat gewoon te lullen over zijn leg. Die zei van ja, ik ben 1 meter op dit, ik ben 1 meter dat. En ik kijk hoor, die guy is ook wel een chick over. En ik dacht, hij is ook wel aan lullen. En die chick die geloofde het allemaal. Dus ik denk van, waarom zijn jullie over die gebam? En toen heb ik tot gezegd. En anders zei ze, ook op mijn lengte was. En dan daar gezegd, dan lullen ze die weg. Maar die chick was gewoon zo fucking dom, dat ze gewoon niet ziet. Dat die guy 1,73 of zo is, je weet wel. Maar ik denk dus, ik snap dat niet. Maar ik denk dus even serieus. Want ik hoor wel verhalen van mensen dat ze maar ook over hun penis size zijn, maar niet zo. En ze zeggen van ja, ik ben 5, ik ben 6 inches. En dan zijn ze goed 10 centimeter of zo. En dan denk ik wel bro, ik weet niet man, sommige chicks zijn super dom. Maar dat is gewoon dat is het moraal van. Ja, dat is het moraal van. Ja, dankjewel Barry. Mensen liegen over size. En om een of andere reden worden ze hier verpakt. En ik zat daar niet. Ja. Ja. I don't know, man. Goed verhaal. En ze zijn dom inderdaad, dat was ook een deel van moraal. Ja, nou, als jij dat ervan wil maken, dan doe jij dat. Jij zei dat? Nou, ik zei dat zonder van chicks. Oké. Weet je, sommige mannen zijn ook, sommige naam mannen zijn ook dom. Oh. Oké, man. Oh, ik ga niet liegen, ik was vergeten te gebruiken. Ja, klopt, ik ook. Ik dacht even niet weg. Ik ook. Ja, daar zitten we dan. Ja. We kijken naar 2 super heavies. En dit is echt een disgusting gameplay, man. Dit is aan boys. En this. Goeie edgeguard. Hij begon met zijn haar. Hey, bro, je kan doen wat je kan doen, man. Oké, dus nou krijg ik een Zemmel tegen AZ. Grand Finals. Zemmel Azrael. Here we go. Oké, nu dat we Sonne weer moeten opzetten, kunnen we weer de commentary cam. Yo. Ik ben nou gejoined bij Shaq, yo. A.k.a. Lars, yo. A.k.a. Nieuwe Kapsel. Ja, dat ook. A.k.a. Paard en Bril. B&B. A.k.a. White Guy Incarnate. True! Ik eet dat aan kan. 5 jaar geleden, ik heb geen spice handle. Nee, Ransus weet het nog. Ransus en ik gingen naar een fucking KFC. Ik weet niet meer in welke stad, ik denk Rotterdam. We gingen naar KFC, hij bestelt van die wings. Hotwings? Ik had die nog nooit op. Nee, jij ging dood voor hotwings? Bro, ik nam een hap, ik at ze, ik zat echt te zweten. Ik zat te fucking zweten in die KFC, bro. Zonde, hoor deze guy, deze guy gaat zweten van hotwings. Vroeger. Welkom. Van KFC. Vroeger. Niet meer. I've trained myself. Oké, hij heeft zichzelf getraind. Het is nou de Bro, je wilt mij zien rijden. Je weet wel die sausen die ze hebben bij die hotbox? Ja. Zo'n maat van mij had zo eentje met zo'n half, die ze half week in de show had gebruikt. Yeah. Best wel heten. Had ze een beetje genomen, maar hij zo kon naar mijn bedrijf. Ik ga gewoon wat chicken nuggets zo halen en ik gebruik die saus. Is van ja, is goed, hij haalt maar op, wij gaan naar die shit. Gewoon zo'n klein dingetje, hè. En ik denk zo, oké, weet je hoe erg dat zijn toch? Dus wij komen zo kip nuggets. En ik probeer gewoon dat ding te tippen. Ik denk zo, ik wil niet veel. Er komt zo'n fucking grote ding uitgestroomd, een chunk van saus. Oh my god. Oké, weet je hoe erg kan het zijn? Ik smeer het een beetje. Ik ging dood, bro. Nee. Oh, begin niet. Oh, begin. Man, kut, fuck it. Maar ja, het is wel crazy, man.
Oké, je moet één keer van die echt die hete sausen hebben. Ik heb hem maar eentje thuis liggen. Ik neem die wel van voor. Mijn zwager, die eet letterlijk bij alles spicy saus. Hij heeft een rijstgerecht. Wat is de man van mijn zus. Oh ja, oké. Hij eet bij rijstgerechten gewoon fucking veel sambal, bro. En rijst is helemaal rood. Oh, dat is disgusting. En dat is echt heel raar. Nee, dat vind ik ook niet lekker. Maar nee, je moet juist gewoon overal knoflookjes zien. Knoflook zou ik ook. Ja, niet in rijst, nee, maar wel nee. In je dunne. Ja. Oké, boys. Oké. Hier komt ie. Belangrijke question. Belangrijke question. Er is een kapsalonzaak, een dunnerzaak in Tilburg. En die heeft die gewoon, die weeft een kapsalon in knoflook. Oké. Okay? Zo erg dat de friet gewoon zo zacht wordt. Want volgens mij knoflook. Goed of niet? Dank jawel, natuurlijk wel! Nee, dat is godlike! Nee, dit is zuig, bro! Nee! Dan proef je alleen maar knoflook! Bro, hé, hey, je moet knoflook sproeien! Je moet juist gewoon, je moet het openen, je moet gewoon die kapsel openen en je moet gewoon helemaal wit zijn. Dus, oh shit! Gewoon heel die, okay, nee, ook die alle minuut van je. Letterlijk only you. Ja, ik weet niet, man. Alleen jij, man. Get it. Okay. En zo naar Sinneke toen ik heel mijn bord van de knoflook. Bro, dat weet ik nog. Hij had een heel bord vol met vlees. En hij pakte gewoon die enorme fles knoflook die op de tafel stond. En heel. Het zwom in het knoflook. Dat was fucking lekker, bro. Waarschijnlijk wel. Oké. Jawel, man. Nee, knoflook is een goeie, man. Ik zeg gewoon, je moet gewoon niet veel doen. Ik eet maar... Nee, niet vaak, niet vaak. Oh, okay. Ik eet maar 4 keer per week kapsalon. Maar... Nee, dat is wel. Nee, maar als je het doet, moet je wel veel knoflook gebruiken. Ik kook ook gewoon altijd, als ik voelt op mezelf zo af, dan doe ik van die bakjes extra. Of die van de saus. Zonder ui. Zonder ui, ja. Fuck ui, bro. Kapsalon. Juist! Senso, ik mag jou. Fuck ui, bro. Nee. Ui is op niks goed. Zelfs als je het brood. Bro, oké, dat is brood. Nee! Hey! Je kan alleen ui eten als je het proeft. Precies. Oftewel, dan kan je het goed niet hebben. Dus, toch? Precies. Ja, maar bro, zeg 10 keer uit. Dat woord zelf ook al. Uit. Het is gewoon een garbage woord. Het is echt verschrikkelijk. Wie doet ui op brood? Goeie vraag, anders. I mean, je doet ui. Je kan wel, like. Kijk, een sandwich heb ik uit. Ja, dat is wel heel leuk. Like, als in designer, ik eet ze niet, maar je designer wel. Weet je welke mensen mijn bang maken? Ja, wow! Oké, ja, nog wel anders. Klopt. Je hebt ze maar in Turkije, je hebt ze maar zo gerecht, een traditioneel Turks gerecht. En daarnaast doe je af en toe zo'n bakje met ui. Gewoon met een slierte van ui. En niet gebakken, gewoon rauw. En dan zit je gewoon te eten, doe je een beetje brood en dan pak je gewoon zo'n hapje uit. Gewoon fucking disgusting. Nee, gewoon helemaal niet, gewoon rauw. Gewoon helemaal rauw. I don't know. Ik zeg het je, ik heb geen idee of ik ooit in mijn leven goed voor op heb. What the fuck? Ik heb legit geen idee. Volgens mij niet. Van witte broccoli. Nee, volgens mij nooit. Ik zag ook geen broccoli. Broccoli. Green, man. Nee, ik vind het echt verschrikkelijk. Wat voor groente eet je wel? Misschien is dat een betere vraag. Noem groente. Ik zeg ja of nee. Nee. Ja. Oké, wortels hebben we, dat is één. Ja, ga verder. Nee, alles wat klein en groen is, eet ik niet. Ja, bonen wel. Big beans en big balls. Wat is je mening over witlof? Moet je gaan googlen wat witlof is? Oh, is wel lekker, ja, dat is wel goed. Is wel goed. Man, Google wat witlof is, bro. Witlof is wel is edible. Jawel. Wat was je aan het opzoeken? Nee, witlof. Oh, ik ken de Turkse namen ervoor. Oké? Ja. Andijvie is wel tropical. Nee, niet heel erg. Oh my fucking god.
the Michael's effort mistake. Nee, de Michael. Oké, ja, nou goed. Wij hebben alle goed in eten. Heb je wel stamppot hoor? Nee, bro, stamppot echt zo'n traditioneel Nederlands gerecht, yeah. Disgusting. Het is letterlijk, het is letterlijk, bro, het is gewoon mush. Het is gewoon, Nee, het is letterlijk gewoon mush. Het is gewoon, bro, nee, stamppot. Nee, jullie zijn hier te Nederlands voor. Dat is gewoon een vraag. Ja, maakt niet uit, je kan ook kaas zijn. Dat hadden we wel erbij. Ik ken heel veel Turkse vrienden van mij die ook op kaas te sprak zijn, man. Die chappen ook stamppot, echt disgusting. Ik denk dat het een Oké, verdere vragen? Oké, buiten schoeien. Lekker. Hij bent lekker. Appels is gewoon appels. Het is gewoon appels. Een lekker is gewoon fijn. Ik denk top 4. Fruit is banaan. Banaan is goeie. Hebben jullie ooit banaan? Bro, oh mijn god. Ik had een sushi plek. En ze hebben van die dessert. Dat was in Bosnië. En dus ik heb op weg sushi gegeten. Pak niet lekker. Dit, dat. En opeens stond zo gewoon banaan sushi. Ja. Dus ik wist niet of het sushi rijst of whatever, maar het was dus letterlijk gewoon, zeg maar, gewoon een stuk van een banaan. Ja. Omsingeld in die bananen ding. En dan met fucking Nutella eroverheen, bro. Fucking voor chocoladesaus. En ik nutte. Ik kreeg zo die bord, waarvan 5 van die stukjes. En ik dacht, goddamn, dit is goed. Ik chatte, het was echt fucking lekker. Weet je, banaan Nutella? Banaan Nutella? Is fucking lekker, bro. Bro, mensen eten tosti Nutella. Dat is echt raar. Nooit geprobeerd, maar blijkbaar is het lekker. Ja. Tosti Nutella? Tosti Nutella, of wel gewoon. Pardon? Ja. Dus het is gewoon Nutella. Het is net alsof je pindakaas tosti bent. Oké, okay, boys. Yo, what the fuck? Maar pindakaas is sowieso disgusting. Oh, nee. Pindakaas is wel lekker, maar... Pindakaas eet jij? Wat voor tanden heb jij, bro? Lijkt dat bij jullie ook, kalvee pindakaas. Ik heb nooit kalvee pindakaas op. Ik heb nooit pindakaas op. It's a you thing, bro. Ze zijn die Italiaanse tanden. Nee, dat zei... Ik zei dat ik net alsof je dat zou doen. Nee, maar witte pak in Nutella. Ik ga dat morgen proberen. Ik ga dat zondag proberen. Ik app jou. Weet je wat wel lekker is? Tosti gehakt in kaas. Van de gebraden gehakt. Weet je wel dat je ook gewoon van die plastic verpakking hebt bij de Jumbo? Ja. Gewoon gehakt kaas tosti. Dat is fucking lekker. Ja, dat is lekker. Oké. Dat is de shirt special. Ja. Moet je hem dat de bar special is? Grote. Sambal. Okay. Kaas. Okay. Salami. Okay. Sujuk. Oh ja. Dat op tosti. Ah. Fucking lekker. Okay. Heel lekker. Alright. Weet je wat ook fucking lekker is? Ik vraag me niet hoe het hier komt, maar burger met ei. Burger met ei? Burger met een gebakken ei. Ik kan zien. Fucking lekker. Gebakken. Of burger gebakken. Ja, ook sowieso gebakken. Maar je hebt zo gebakken ei met zoete. En dat is godlike. Maar... Ja, volgens mij wel. Het is fucking eerlijk. Maar ik moet dus gewoon... Ik had dus één keer bij Burger Company... Oh nee, bij Johnny's Burger Company. Kan je dat bestellen. Dus dat ze maar zo twee keer doen. Twee chicken burgers. Dus een double chicken burger. Sla, tomaat, ei, bacon. Fucking lekker. Okay. Dat is echt goeie. Weet je wat heel lekker is? Het enige wat de Fransen ooit goed hebben gedaan, is croque monsieur. Geen idee wat dat is. Croque monsieur is fucking lekker. Het is een tosti, en dan wat extra lagen, en ei erin. Dat is
fucking lekker, bro. Ja, dat is het enige goede wat ik Wat zijn de extra lagen? Het lijkt gewoon nog een sluizen Ja, gewoon echt dik. Oh. Echt dik. It's just nice. Ja. Oké, dan hebben ze een knoflookbrood ook goed gedaan. Ja, garlic bread ook. Ik kocht er altijd op middelbare. Dan ging je zomaar naar de universiteit altijd. Oh, ja, dus je garlic bread ging opwarmen, je mag niet komen. Nee, dat is helemaal zo'n mushroom als je zegt. Heavy boy. Ja, oké. Nog een discussie. We moeten even de kop spelen en we kunnen niet over game praten. Nee, dat is lame. Oh ja, we hadden het over Shout. Oké, we hadden één keer een paar tierlist gemaakt. Dat is waar. Dat is, ik weet niet, waar hadden die verstuurd? Wow, dat is zo lang geleden. Dat is echt lang geleden. Die super lang geleden. Wat fuck, gewoon zijn allemaal Shaggy in. Toch? Toen ging we naar Tars. Ja, toen ging we naar Hoeveel memes hebben we naar Tars? Was het niet heel meme? Oké. Dit heb ik nooit verwijderd, of wel? Nee. Jezus. Nee, ik verwijder media nooit. Zou ik naar de allereerste ding die wij hebben gezien? Oh, dat is wel echt. Die moet namelijk wel van de cam. Oh, dit was. Oh, maat, dat was sinds 15. Toen was ik aan het op Twitter aan het kijken en toen stuurde ik jou deze. Ja, my god. Shit. Dat mag leven. Oh my god, Lord Seed is Game of Thrones is zo de shit. Bro, fuck Game of Thrones, maat. Ik zeg, soms word ik gewoon in. Ja. Soms word ik gewoon in de avond wakker en dan denk ik van. Ik haat hem. Ik haat hem, man. Wat de fuck hebben ze met Game of Thrones gedaan? Echt waar. Ik same. Iedere keer, ik kan de show niet eens rewatchen. Ja! Omdat ik weet hoe fucked het wordt. Ja, bro. Bro, het is gewoon letterlijk gewoon verdwenen, bro. Dus gewoon alle hype over Game of Thrones, maar alles gewoon verdwenen. Het was gewoon Who cares? They fucked it up, bro. Ze hadden echt multi-million dollar franchise in hun handen. En D&D zaten van, nee bro, we gaan Star Wars doen en we raffelen dit af. En toen kregen ze niet eens Star Wars, omdat ze het Game of Thrones zo verneukt hadden. Lekker. Dat is wel karma. Lekker voor bitches. Ja. Maar zo dom. Ik keek dus, ik was zo onlangs had ik zo'n chick overtuigd om Game of Thrones te kijken van mij. En we keken zo'n 3 afleveringen en zij zat er helemaal in toen en ik was van god, ik arm aan. Ik haat het, ik wil het niet kijken. Zo, wat heb ik dit gedaan? En nou zijn het bij season 3 of zo en ik van oké, ja weet je, niet van. Ik haat het man, het is echt disgusting. Ik kan het niet meer rewatchen, het is eerlijk gezegd zo goed ook. Ja, zo goed. De eerste, ik wil zeggen, 4-5 seizoenen. Zo fucking sick. Toen ging het echt. Behalve de door een bed. Oh ja, nee, dat was trash. Die want de bed. Dat was trash, nee. De chick was wel lekker ook. Dat was ook. Ja. Daar kon ik wel wat genieten. Ja, zeker. Best character. Heel Game of Thrones. Oberyn. Dat was moeilijk. Ik denk Oberyn mag wel. Oberyn, ja. Vooral gewoon die acteur overpakt die is. Ik wil zeggen, als we de laatste 2 seizoenen niet meetellen, Jamie Lannister. Oh, Jamie Lannister, heel goed, denk ik. Ja, Tyrion is ook goed. Ik vind Tywin ook wel goed. Ja, Tywin was een baller. Tywin was een baller, ja. Ja, maar dit is, ziet eruit als een zonne-in. Oh. No fucking. GG, right, wat een einde. Yo, winners interview. Dat zijn winners interview. Yo. Yes, let's go, winners interview. Oké, swap players. Ik denk ook wel. Mijn money matchen. Ik heb ultimate een jaar niet aangeraakt. Kom mijn money matchen. Oké. Boys, welkom. TCT
semester 1, klas 2, want we hebben nou een schoolsysteem. Winners interview met je boy, Sonner Morina, Easy Morina. Hallo. Hallo. Praat erover, bro. Heavy. Bowser. Zeg, tof. Ik wist al wel dat deze match chill was. Ik heb in het verleden tegen Zamo Wolf en Sephiroth geprobeerd. Was close, maar voelde nooit heel comfortabel. Cloud doet het heel goed, omdat als je Bowser zijn frame data checkt op zijn aerials, eigenlijk niks is heel safe. Dus ik kan bijna alles erbij, dus hij moet de hele tijd mix-up spelen. En dan zit ik daar te chillen, weet je wel. Hij zit mix-up spelen, ik zit te chillen. Hij moet de moeite doen. De combo games zijn echt heel makkelijk, zoals je al hebt gezien. Soms zie ik like 40 tot 60% combo's op Bowser. Wat vind je van Nutella Tosti? We're back. ik vind dat echt horrible. Ja? Heb je het ooit geprobeerd? Nee, maar het is horrible. Oké, ja, ik wil het dus één keer proberen. No. Ik weet niet hoe horrible. Je moet geen geld geven aan mensen. Nou, Nutella en pizza nou. Nee, Nutella Tosti. Oké, chat, jullie mogen mij vragen stellen, sinds deze guy mij niet willen interviewen. Oké, nee, bro, ik kan te lang voor de money met zijn. Oké, volgende interview. Volgende interview question. Wat vind je van banaan? Bro, wat vind je van banaan? Ik vind banaan een hele lekkere fruit. Heel lekker fruit, oké. Heel fijn in de ochtend ook, vind ik. Wil jij liever dat jouw bananen krom zijn of recht? Dit is in dit, man. Persoonlijk heb ik daar geen voorkeur aan. Oké, dus jij zou jouw banaan anyway taken. maakt je niet uit hoe het is. Hij loopt altijd eens een mooie wel, man. Altijd een mooie wel, man. Oké. Chat, als je iets vraagt, doe het maar. Maar ja, deze interview gaat nergens naartoe. Dus ja, ik heb gewonnen. Yes. Heb jij ooit een blue waffle op? En we gaan naar money matches. Ja, was dat de interview? Ja, nou, dat was de interview. Dankjewel Sonner, ja, voor de winnaarsinterview. Ja, geen probleem. We appreciate your input. Ook al heb je al een antwoord gegeven. Ja. En we gaan terug naar de money matches. Ik deel het wel uit. Geen huis? Tilburg zit heel dicht bij mijn huis. Dus, True. Is het best of 5 of first of 5, boys? Best of 5. Oké. Dat is nu op eerste plek staan op de rankings, right? Yeah! Dat is een brag, jongen. Dat is een brag. Ik ga niet zeggen. Als je top 4 eindigt, dan krijg ik invite voor de E. Ja, wat had je top 4 van de team. Ik zie je zo in crew battle en quantum break. Oké, we gaan wel lukken, denk ik. Oké. Even kijken, ik ga maar gewoon even helder. Wie is player 1? Wie is player 1, boys? De rode. Ja, Vissensim is. Jij bent de rode of? Ik ben de rode. Oké. Wat wil je voor die wedstrijd doen? Normaal hoor. Ik zie twee games. Alle money matches doen.
Sean is hier voor Money Match commentary. Goedendag, we hebben hier een uitstekende match van V-System en Senso, de twee Benjo-broeders. En ze gaan nu los met de Ganondorf. Mooie backer in een escort situatie. En V-System gaat daar jammer genoeg dood. Hele wilde F-smash die we daar krijgen al. En daar komt door de minigame Chisel. Wie kan het meeste van het standbeeld weghalen? En beide hebben gefaald. En Shoebreak, yo! Ja, hier komen. Je kan hard bashen. Ja, daar hebben we hoor, de auto. Rip. Ben je koffie die hebben? Ik wel dat. Ik ben heel koffie van Vendor. Ik ook. Oké. Yo, Sander, weet je hoe je de school hierop aanpast? Absoluut niet. Oh,
Is het voorbij? Yo, de dog? Oké. Check out, jongens. Pas op. Hey. Yeah, hello. Oh, fuck. Deze kut net zo hard. Ja. Wat was daar? Ik heb niet zo ben. 2-1 voor iemand. Ja, ze gaan. De proefsensor. Wat is hier de lange? Waarom zit je met de lange? En dat komt heel op. Oké, zo, want zo meteen krijg je een extra kans. Beter. Ja, dit is zo. Ja. Nee! Ik kan hiermee niet. Hij ziek is groter, man. Dat is makkelijk. Ben Arios. Tilt. Ja. Gewoon op aflopen, springen en dingen doen. Ja. Maar geen dead stack. Oh, oké. Okay. Dead stack. Dead stack doe me ook alsjeblieft. Doe je burst. Stop.
Volgens mij komen we er toch wel zo. Of laag, dat is waar. Ja, dat is wel. Nee, stop jongens! Ik ga niet! Spobbeltje jongens! Jongens, goed zo. Coach van boys. De gelijk maken, let's go. Springen. Spring. Ja. Nou ja, ja, ja. Ik mag helemaal niks zeggen. Ja, als ik een zak M&M's heb, dan vergeet ik het wel. Ja. En makkelijk zo'n 400 gram zwart vent, ja. Als het even kan. Gevaarlijk. Daar is het pijnlijk aan het gaan. Hey, eindelijk! Yeah. Mag ik even langs? Jij ja, mag langs. Ja, ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb Ik moet daar veranderen. Ook best of 5? Sorry, best of 5. 500 euro. Jets. 3, 2, 1, go! Yeah.
Thank you.
Ja, dat kan best wel doen.
veel.3, 2, 1, go!
Ik denk het. Ik heb een vuist zetten. Van wel, stream. Doei, stream. Doei, stream. Diepe. Doei. Doei.